Welkom bij Pianoles van René. Mijn naam is René Knops. In deze video ga ik je leren hoe je met twee handen tegelijk leert spelen met een eenvoudig leuk pianostukje. En we maken gebruik van deze tonen. De C en de G. En hier ook de E en de G. Dus in principe zet je je vingers zo neer dat je met je pink op de C zit. En met je duim ook op de C. Dus dat noemen we de C-positie. Mijn linkerhand, de duim van mijn linkerhand staat op de G. Dus C, D, E, F, G. Dus zo kan je dus het best je vingers zetten voor dit nummer. Met de rechterhand zit ik ook op de C-positie. C, D, E, F, G. Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk je vingers op de toetsen laat zitten. Of houdt, of net zo boven de toetsen houdt. Ik ga eerst even beginnen met het stukje voorspelen en daarna ga ik je leren hoe je dit stukje kunt spelen. Hier gaan we. Dat was het stukje. Zoals je zag ben ik begonnen op de C-positie, maar ook heb ik mijn vingers en mijn handen verplaatst. Nou, ik ga je even laten zien welke posities we allemaal nodig hebben. Dus we hebben de C-positie nodig, maar we hebben ook de volgende positie nodig, dat je alles schuift dus één toets naar rechts. En dan kom je uit met je rechterhand, met je pink op de A, met je rechterhand op, met je duim op de D. Dit noemen ze de D-positie. Met je linkerhand zit je, als het goed is, op G en A dan. Dus met je linkerhand, we beginnen op de C-positie. Dan spelen we daar een paar noten. En dan gaan we naar de D-positie. Dan gaan we vervolgens nog één toets naar rechts. Naar de E-positie. En dan nog een keer de E-positie. En dan gaan we naar de D-positie, naar links weer. Dus dat zijn eigenlijk de posities. De C-positie, de D-positie en de E-positie. Ja, probeer eventjes te kijken of dit lukt om deze vingers ook zo neer te zetten. Vind je het lastig om met twee handen al te spelen? Dan mag je ook proberen om het even apart te doen. Dat ga ik even laten zien. Met de linkerhand beginnen we. Ik begin links met C en de G. Die druk ik tegelijkertijd, sla ik die aan. Of ik druk ze in. Probeer ze ook echt aan te slaan. Niet te hard en ook niet te zacht. En dan de vervolgende positie is de D-positie. Dus dan schuift alles naar rechts. Dus D-A. En we hebben daarna nog een E-positie. Dus alles weer één toets naar rechts. E-B. Dus als het goed is kun je dit spelen. Naar rechts. Maar we gaan ook nog een keer van E weer terug naar de D. Ja? Met de rechterhand spelen we de C-positie. Dat zijn deze tonen. C, E, G. Voor de kenners, voor degenen die wat verder zijn, is dit een C-akkoord zoals je ziet. Een gebroken C-akkoord. Dan schuiven we op naar rechts. Dat is een D-mineur akkoord. Ook een gebroken D-mineur akkoord. Dat bestaat uit D, E, A. Dan, dus die hoort dus bij de D, linkerhand ook D. Dan gaan we naar die E, schuift weer een toets naar rechts. Dan speel je E, G, B. Dus een gebroken E, M akkoord, E mineur. En dat zijn eigenlijk de posities. Nou, we gaan beginnen met het eerste deel. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dus je eindigt met alleen 1 C op het eind. Dus je herhaalt het stukje. 1, de C, E, G. Tegelijkertijd, je probeert om ook tegelijkertijd links en rechts
tegelijk te starten. Dus je begint zo. Dus de C, links de C, G en dus rechts ook de C. En dan probeer je ook door te spelen. De linkerhand hou je vast dat dat die hoogste toon geweest is, de G. C, E, G. C, E, G. En dan weer zo, zie je? En dan eindig je met C. Dat is het eerste gedeelte. Dan schuift alles op naar rechts. En dan nog een keer, dus D, F, A. En dan doe je D, F, A, D, D. En dan die D doe je, speel je ook alleen met rechts. Dan, dat was het tweede gedeelte. Het derde gedeelte is schuif je op naar rechts weer. E, G, B. Herhaal je weer. E, G, B. En dan, let op, dan ga je naar links toe. D, F, A. En dan herhaal je ook nog een keer. D, F, A. En dan gaan we, dat was het derde gedeelte. En het laatste stukje is C, E, G. Nog een keer C, E, G. En dan C, E, G, E, C. Ik ga eventjes meetellen. 1, 2, 1. Oh, sorry, ik vergeet te vertellen dat je... ik tel twee tellen vooraf. En dan ga je proberen om dit met de rechterhand eerst mee te spelen. Ja? Alleen de rechterhand. 1, 2, C, 2, C, E, G. En dan C, E, G. G, E, C, 2. En dan schuiven we op naar rechts. D, F, A. D, F, A. D, F, A, E, D, 2. En dan schuif je weer op naar rechts. E, D. En naar beneden. Weer terug. En naar beneden. C, E, G. C, E, G, E, C. Nu ga je proberen om met de linkerhand mee te spelen. Ik speel de rechterhand wel mee, maar probeer alleen met de linkerhand mee te spelen. Links schuift op naar rechts. Gaan we een beetje vlugger. Even naar links. En naar links. Zo, dat was het liedje. En de oefening om met beide handen tegelijk te leren spelen. Ik wens je succes met dit stukje en tot in de volgende video. Dag!